in Lage Zwaluwe, Joost. Ja. En we zijn op het zomerfestival Lage Zwaluwe. Ja, en dat is over het algemeen een gezellig festijn, waar redelijk veel mensen op afkomen. Het weer is goed, dus we gaan eens even een rondje lopen. Vind je dat een goed idee? Het lijkt me fantastisch, dat gaan we doen. En het ruikt ook heel lekker trouwens. Volgens mij is er ook genoeg te eten en te drinken. Ja, hier naast mij staat Edwin van de organisatie. Edwin, kan je vertellen, wat heb je allemaal voorbereid en wat is je indruk van deze dag? Deze dag is zeker een hele geslaagde dag. Het is prachtig weer. We zijn nu bezig met het beach voetvolleybal. We hebben sinds dit jaar hebben we twee velden. We hebben altijd met één veld gewerkt. We werken nu met twee velden. Ja, je ziet het. Het is volop ambiance. Het is hartstikke gezellig. Het is lekker druk. We hebben niks te klagen. Nee, snap ik. En de voorbereiding, hoe lang zijn jullie daarmee bezig geweest allemaal? Om dit allemaal zo leuk te organiseren voor mensen? Wij zijn over het algemeen, omdat dit onze, wat is het, 8e keer is. Vergaderen we 4 keer. We vergaderen in teams. Dus we zijn er eigenlijk gewoon een heel jaar mee bezig. En hoe groot is jullie vrijwilligersteam die hier aan meewerkt? Wij zijn nu met een team van 15. 15 mensen, denk ik, ja. Ja, en dan alle vrijwilligers natuurlijk die helpen. Achter de bar, de tellers. Maar ons vaste team is een 15 man. Nou, het ziet er fantastisch uit. En volgens mij is heel de gemeente aan het genieten van deze leuke bijeenkomst. Ja. En ook elkaar ontmoeten natuurlijk is een belangrijk onderdeel. Daarom, dat is zeker. We doen dit voor het dorp. We willen iets moois wegzetten voor het dorp. En ik denk dat dat met dit aardig lukt. Denk ik ook. Nou, Edwin, dankjewel voor dit gesprek en ik wens je nog een hele leuke middag. Dankjewel, gaat wel lukken. Ja, oh, ik zie je wel helemaal niet zo verlegen als jullie zijn. Dankjewel. Wie heeft dat gedaan? Nou, een mevrouw. En vond jij dat leuk? Ja. En mama is ook mooi geschminkt, hè? Hij is niet. Mama is niet geschminkt, hè? En je hebt nog twee hondjes bij je? Ja. En ook een poes. Dus ook al? En blaffen de hondjes af en toe? Een boel of batterijen in. Oké, en dan blaft hij wel? Ja. Ik vind dat je er heel mooi uitziet. En morgen nog? Gaat dat morgen, of moet je morgen naar school toe? Ja. En dan heb je dat nog op? Wat? Heb je die schmink dan nog? Nee, hè? Moet er vanavond weer af, hè? Jammer. Oké, dankjewel. En nog heel veel plezier met die mooie schmink van je. Dag. Dag. Dag.
even wat minder kakelen? Ja, nee. Laat ze horen. Nee! Volgens mij hebben jullie gewonnen. Ja! Met hoeveel? 3-1. De eerste set hebben we gewonnen en daarna zijn we gelijk gespeeld. Dus in principe hebben we gewoon gewonnen. Hoeveel hebben jullie geoefend? We hebben in de vakanties geoefend en mee mogen trainen met het volleybalteam. Okay. Hadden jullie thuis ook een beach? Nee, maar we hebben... Ja, we mochten meedoen op de scouting op de dinsdag, dus dat was wel heel fijn. Oké, okay. En wanneer gaan jullie de prijs ophalen? Ik weet het eigenlijk niet. Het heel de middag gespeeld, geen prijs? Ja, we hebben vanaf de ochtend tot aan de middag gespeeld, dus van tot naar nu. Hoeveel wedstrijden we nog moeten, dat weet ik niet. Maar... Zal er wel een leuke geldprijs aan verbonden zijn? Nou, dat denk ik niet, maar misschien een drankje of zo. Ik heb gehoord dat jullie een voetreis naar Egypte krijgen. Dat geloof ik niet. Ik ook niet. Oké, okay, maar jullie hebben genoten? Zeker, heel erg. En volgend jaar weer? Grote truc van er veel succes. Magische groet, de grote Maldini. Okay. Houden jullie een beetje van voet en fruit? Ja? Gaan we even een kleine kersen? Peer? Appel? Sinaasappel? Paprika? Citroen? Broccoli?